Bedankt. Veel succes. Nou, vooral heel veel plezier bij Middelstum. Dankjewel, jongen. Meneer Seddy Tillema, vandaag jouw laatste dag bij VV Winsum, voorheen Fiboa, terug naar Buffalo. Ja, van waar ga je ons verlaten? Dat als eerste. Nou goed, ik heb hier 15 jaar met plezier gespeeld. Nou, op het duur dan ga je keuze maken van ja, wat wil ik nou? Wil ik op niveau blijven spelen of ga ik lekker met mijn vrienden voetballen? En toen heb ik keuze gemaakt van ga lekker met mijn vrienden voetballen. Iets lager niveau, kalm aan, eigen dorp, lekker in de achtertuin. Dus voor mij prima. Heel verstandig. Heel verstandig. Wat is jou bijgebleven van 15 jaar? Fiboa, VV Winsum. Even goed nadenken, Tillema. Even nadenken, inderdaad. Nou ja, goed, in de jeugd een aantal keren kampioen geworden. Als ik het zo goed heb in de E1, D1 en B1. Dus dat zijn wel succeservaringen. En dat is natuurlijk heel mooi. En nou ja, het debuutje in het eerste is natuurlijk wel... Tegen wie was dat? Tegen Oranje Nassau. En toen had ik nog een geweldige eigen goal. Toen Martin Tillema tegen mijn hoofd aanschoot. En toen ik hem een eigen goal kopte. Dus dat is echt wel het moment wat mij het meest bij is gebleven. Ja. Bedankt, hè? Ja, jullie ook bedankt. Winsum, bedankt. We staan hier met vertrekkend trainer Robert Bos. Op zich een prachtig tweede seizoenshelft met helaas vandaag een nederlaag tegen PKC. Zo. Maar wel heel veel punten daarvoor. Hoe kijk jij terug op afgelopen seizoen? Nou, ik denk dat we het tweede seizoenshelft fantastisch gedaan hebben. En we hebben vandaag inderdaad wat minder afgesloten. Aan de andere kant voldoende punten, goede prestaties geleverd. Ik denk een mooie ontwikkeling en... Nou ja, klassebouw met vierde plek lijkt mij fantastisch. En hoe kijk jij terug op 2 jaar werken met deze groep? Nee, we hebben fantastisch gewerkt. Ik bedoel, goede groep. Veel strijd geleverd voor de punten. En in dat opzicht kijk ik terug op 2 jaar ja, prima werken met de spelersgroep. En ik vind ook dat we het uitstekend gedaan hebben. Dus dat is ook compliment naar de groep. En ook zeker met de begeleiding eromheen. De support van het publiek hier. Ja, mooi. Ja, dan bedank ik jou en wens ik jou heel veel succes. Goed, dank je Cornelis. Hoi, hey, hey, hey. Laat het niet langer doorgaan. Hey, hey, hey. Hey. Je vermaakt ons! Hey. Hey. Dames 1, dames 2, Winsum 3. En er schijnen nog meer kampioenen aan te komen. Maar helaas, onze B1 net niet. En die gaan volgende week na competitie spelen. Thuis, net als onze A1. Veel succes. Mensen, kom kijken. En vandaag hebben we een groot feest. Kijk even rond hier met de camera, mensen. Het is Gekkenhuis. Want er zijn kampioenen met Jeroen Terpstra. Ja, vandaag een wedstrijdje bij TKB. Ja, dat was onze kampioenswedstrijd. Ja, dat ging mooi. Dat ging fantastisch. Dat was 20 minuutjes, was het 0-4. Ja, en toen hebben we daar een fantastisch feest van gemaakt, ja. Daar zo bij Knickerbockers. Zo'n feestje eindigt op de bar, geloof ik, hè? Die begon op de bar. Ja. Die begon op de bar, ja. Die begon op de bar. We waren niet het enige team die op de bar heeft gestaan daar. Het was het komen en gaan van teams op de bar. Ja, ja, zo moet het zijn. Clubliedje zingen. Ja.
fusje betalen en ga. En gas. Ja, en ga. Hey, veel plezier vandaag en gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Ja, en dan staan we even met Hans Klunder. Ja, de kampioenencoach, geloof ik, Hans, hè? Nou ja, kampioenencoach. We zijn vandaag met vrouwen 2 kampioen geworden, dat klopt. Ja. Gaan we er nog van genieten met elkaar. En volgend jaar, naar welke klasse gaan jullie? We gaan in de 3e klasse voetballen. Dat verwacht ik. En ik denk dat we daar goed mee kunnen komen. Ja. Heel veel plezier vanavond en gefeliciteerd met het kampioenschap. Ja, dankjewel. Geniet ervan. Ja, dankjewel. Yo. En dan staan we met nog een kampioenenmaker, hè? Nelis Jukkers. Ja, 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 dankjewel. Jij bent vooral 3 keer kampioen geworden. 3 kampioen. Eerst met... Maar 3 keer kampioen. In mijn oude team in de All-Stars, oude goedtoppers. Toen Dames 2, eigenlijk ook met het VVSV. Terecht een 3-0 overwinning. En toen de slot, Groenwoud, 0-1. Fantastisch. Tot de laatste minuut Spaans in deze competitie. Ik ben super trots op alle meiden. Fantastisch jaar gehad. Kijk, en dat zijn hele mooie woorden. En vanavond gaan we nooit meer naar huis. Ik ga de pub afsluiten vanavond. Aan de laatste weg. Rob Kramer te zien. Je hebt een probleem. Behoorlijk. Veel plezier. Dankjewel. Yeah.